In Wichelen is er dus één partij die zal besturen. De partij Samen van burgemeester Kenneth Taylor. Maar Samen biedt nu het voorzitterstoeltje van de gemeenteraad aan de andere overwinnaar van de verkiezingen, de N-VA. Wij hebben een absolute meerderheid gehaald in Wichelen, maar ik denk dat dat goed is voor het democratisch gehalte van de gemeenteraad om de oppositie de voorzitter te geven, waardoor dat zij eigenlijk die vergadering onder controle hebben en toch wel de meerderheid soms misschien het vuur aan de schenen kunnen leggen. De N-VA in Wichelen was een beetje verrast, maar reageert toch heel positief. Wij vinden het ook heel sportief van de partij Samen dat zij, die toch een van de twee grote overwinnaars van deze verkiezingen zijn, aan de andere partij die de verkiezingen gewonnen heeft ook iets gunnen en dat ze ons het voorzitterschap van de gemeenteraad hebben aangeboden. Het zou natuurlijk ook een politiek trucje kunnen zijn om de oppositie wat minder sterk te maken, maar volgens de burgemeester is dat absoluut niet de bedoeling. Ik denk dat dat een belangrijke functie is, die gemeenteraadsvoorzitter. En ik denk dat dat een manier is om ervoor te zorgen dat iedereen echt wel de kans krijgt om aan het woord te komen. Het is zeker niet de bedoeling om die oppositie monddood te maken. En de N-VA in Wichelen zal dat ook niet laten gebeuren. Wij hebben natuurlijk al met hen gesproken en we hebben hen heel duidelijk gezegd dat we dat wel wilden aannemen, maar dat wij ten volle onze oppositierol zullen spelen en dat wij gegarandeerd oppositie zullen voeren. Wie de gemeenteraad uiteindelijk zal voorzitten is nog niet duidelijk. Volgende week kiest de N-VA wie van zijn gemeenteraadsleden de gemeenteraad in Wichelen zal leiden.